Hoi Maaike. Hoi. Ja, we hadden elkaar natuurlijk al verwacht, maar... Ja. En met Maaike Doornbos, jij bent de coördinator van het studiecentrum? Ja, van het coördinator infocentrum. Ja, dus, infocentrum. Ja, omdat dat komt omdat we ook de digitale dienstverlening erbij rekenen. Dus het is niet alleen maar de dienstverlening in de studiezaal, maar ook alles digitaal. Dus mailtjes die we binnenkrijgen, WhatsAppjes, vragen via de website. Dat hoort allemaal bij onze dienstverlening. En jij zorgt er allemaal voor dat iedereen dat netjes doet. Ja. Ja. Nou, dat is heel goed. Ja. En we hebben al eerder collega's van je gesproken en iedereen heeft een favoriet stuk of een mooi ding. Jij hebt een brief. Ja, klopt. We zochten brieven voor een brievenproject een aantal jaar terug. En toen kwam ik een brief tegen die een vader aan zijn dochter schreef in 1787. In Middelburg? In Middelburg. Hij woonde in Middelburg. Zijn dochter woonde ergens anders. Waar weet ik niet. Ze woonde dus niet thuis. Is 9 jaar toen die brief geschreven werd. Is geschreven vlak voor Pasen. En hij begint de brief heel lief. En dan begint hij al heel snel met vermaningen dat ze beter de best moet doen, harder moet werken, lief moet zijn. Want anders mag ze niet naar huis komen en dan zien ze elkaar wel een jaar niet. En weet je dan ook waar zij is? Nee, is onbekend. Nee, ja, dat weet ik niet. Maar hij is een Middelburger en hij schrijft zijn dochter van 9. Okay. Klopt, ja. Hij heet Willem Arnoud van Beveren en hij was een regent in Zeeland. Oké. Okay. Ze komt best uit een belangrijke familie. En ja, het is wel sneu om te lezen hoe hij zijn dochter toespreekt en wat hij van haar wil. Ze moet goed werken en als ze goed werkt, dan mag ze naar huis. En gehoorzaam moet ze ook zijn. En dan mag ze met Pasen naar huis en anders dan niet. En dan kan het wel een jaar duren voordat ze elkaar weer zien. Dat vond ik echt heel sneu. Ja. Dus de brief vond ik al leuk. En toen ben ik verder gaan zoeken naar haar achtergrond. Ze is vrij jong getrouwd met een panhuis. Een regent in Holland was die. Hebben 4 kinderen gekregen en ze is op 33-jarige leeftijd is ze overleden. Oh, dat is heel jong. Ze is echt heel jong en ze is overleden na zo'n 14 dagen na de laatste bevalling. En aan een kwalijke zenuwkoorts is ze overleden. Ik heb een advertentie in de krant gevonden waarin haar man aankondigt dat ze is overleden. Ook de geboortes van de kinderen die staan daarin. Dus het is heel leuk om te zien waar je allemaal informatie vandaan kan halen. Ja, want dus je begint eigenlijk als ze vermaningen krijgt als jong kind. Ja. Maar dan een kort leven. Een kort leven. En je kan zien, toen ze is overleden, dat de vader toch wel echt verdrietig was. Hij heeft een gedicht geschreven voor haar overlijden. En hij begint dat gedicht met: mijn dochter, ach, mijn dochter is een lijk. Ah, echt waar? Ja, dat vond ik echt zo geweldig. En heb je dat dan hier liggen, dat gedicht? Of? Ja, wil je dat eerst zien? Ja, ja. Dat. Het zit in het archief van de familie Matthias Poes, tak van Poortvliet. En want haar moeder, de moeder van Sarah Constantia, was een poes. Hey, hier staat het inderdaad. Mijn lieve dochter is een lijk. Ja. Ik vond dat zo bijzonder. Ja, er werden geen doekjes omgewonden. Nee. Dit is het. Ja. Het was in die tijd misschien ook gewoon gebruikelijk om dat soort woorden te... Ja, het was gewoon veel normaler. En het gaat dus 4 pagina's. Nou, draag ik even een heel klein stukje voor. Zal ik dat doen? Als je dat wilt. Ja, moet ik wel even een bril opzetten. Dat geeft niks. Het begint met: bij het afsterven mijner tedergeliefde dochter, vrouwe Sarah Constantia de Beveren, echtgenoot van meester I.L. van Panhuis, in een ouderdom van 33 jaren en 4 maanden. Mijn lieve dochter, ach, mijn dochter is een lijk. Ontspring, ontspring mijn oog in zilte tranen. Beken, laat bange zucht op zucht door lucht en wolken breken. De grootste boezem, smart is zucht, niet woordenrijk. Mooi, prachtig, hè? Ja, dat vind ik echt zo ontzettend mooi. Moest dan mijn dierbaar kind zo vol aanminnigheden, zij die de blijdschap was en het leven van ons leven, den onverwinderen, het zal, dood, dus zijn ten prooi gegeven, ligt nu die schone bloem ontijdig afgesneden. Oh, mooi hè? Ja, dat is heel mooi. Ja. En zo gaat hij nog even door. Maar hij komt niet terug op zijn vermaningen van jaren daarvoor? Nee, daar komt hij niet op terug. Maar die heb je daar dan naast liggen? Ja, die heb ik hier ook liggen. Oh, dat is ook echt nog gewoon, gewoon de brief zelf? Ja, dat is echt de brief zelf. En die zit dan weer in een ander archief? Die zit in hetzelfde archief van Matthias Poestak van Poortvliet. En het zit in een gedeelte waarbij staat dat de relatie met het archief niet duidelijk is. Maar het is dus... wel duidelijk, heb ik gezien, omdat haar moeder een poes is. Dus het hoort gewoon wel in dit archief thuis. Dus dat klopt wel.
En maar wat ik me dan nu ook afvraag, want je bent de coördinator van het infocentrum. Ja. Maar doe jij ook veel onderzoek en ben jij ook vaak in zulke stukken bezig? Nee, te weinig eigenlijk. Het is heel leuk om onderzoek te doen, maar er is weinig tijd voor. Dus ik zou dat wel meer willen doen. En het is wel, als je dit soort dingen tegenkomt, dat is echt wel een heel leuk moment. En dat is ook als er wat tijd is om er meer over uit te zoeken. Ja, ik heb het gevoel dat als je hier aan de inlichtingenbalie zou zitten, dat je gewoon heel vaak gewoon allemaal in stukken zit te snuffelen en te doen. Maar dat maakt het allemaal zo nieuwsgierig, toch? Ja, nou zeker weten. En het is ook leuk als je om het te laten zien. Maar je moet de stukken aan de mensen geven. Die doen zelf hun onderzoek. Ja, ja. En heel soms zie je wel dingen voorbij komen dat je denkt, oh, dat wil ik zelf eigenlijk ook wel zien. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb trouwens nog een portret van Sarah Constantje er beveren. En weet je op welke leeftijd het alweer is? Nee, dat staat er niet bij. Ja, toch wel al in de 20e jaren. Ja, ik denk het, ja. Ja. Maar wat zei je nou? Een zenuwkoorts? Ja, ik heb hier ook een print van de advertentie in de krant. Ze is aan een kwaadaardige zenuwkoorts van 14 dagen in een ouderdom van 33 jaar en de 4 maanden. Is ze overleden. Een zenuwkoorts? Ik heb daar eigenlijk niet van gehoord. Ik denk kraamvrouwenkoorts eigenlijk. Ja. Vermoed ik. Ja. Maar dat weet ik ook niet zeker. Nee. Er zijn antwoorden, maar er zijn eigenlijk ook nog best wel veel vragen rondom deze personen. Dus je zou ook nog wel meer onderzoek kunnen doen, kijken of je nog meer te weten komt. Want ik heb er niet enorm veel tijd in gestopt. Maar het is wel leuk om te kijken waar ze vandaan komt en wat er daarna is gebeurd. Want een van haar zoons die is ook in de overheid terechtgekomen. Okay. Agent. Dus het was wel ze kwam wel uit een gegoede familie, ook getrouwd met een man uit een gegoede familie. En maar je ziet, geld is geen garantie voor een langdurig leven. Absoluut niet, helaas. Dan hebben we de wijze les weer te pakken. Ja, absoluut. Nou, heb je nog iets verder nog iets toe te voegen? Of, nee, eigenlijk niet. Nou, dan dank ik je hartelijk voor dit mooie verhaal. Graag en een beetje droevig verhaal. Ja, dat wel. Beetje zielig, maar toch ook wel leuk om te vertellen. Ja, hartelijk dank. Graag gedaan.